Wauw, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen we 20 versus 1. Maar wacht even, we doen het niet zomaar. Ik heb vandaag meegenomen Alessio in de building, Savante in de building, de jongens met de pangas. Dat klopt, we doen het met de eigen twist. En hoe die twist gaat zijn, je gaat het zelf zien. Ik heb de jongens hier, let's go. Wauw. Dames en heren, het is dan eindelijk tijd voor 20 versus 1 in een eigen sausje. Want dit is 20 versus 2. Savante en Alessio moeten in de eerste ronde samen tot het besluit komen wie zij door willen laten gaan. Dan mogen de dames in ronde 2 kiezen of ze willen blijven of weggaan. In ronde 3 zullen zowel de dames als Savante en Alessio verrast worden met wie zij op date zullen gaan. Maar ze gaan niet zomaar op date. Bij elke date zijn wij backstage om de jongens een opdracht te geven en een beetje te helpen, zover je het helpen kan noemen. Dit wordt hilarisch. Voordat we de race game van de jongens gaan testen, zorg er dan voor dat je bent geabonneerd en stream John's nieuwe tune Zeg Mij. Link staat in de bio. Veel kijkplezier en onthoud, neem het niet te serieus, hè. Yo, what's up, boys. Jullie weten, als jullie gekke dingen zeggen, ik sla jullie gewoon. Luister, wanneer die volgende dame komt, moet je tegen Shaf zeggen auto en dan moet hij die racegeluid doen. Nee, pak hem zo. Zeg, heb je rijbewijs? En dan, als antwoord geeft, dan moet Shaf die zout zetten, zeg maar. Hallo. Hi. Goedemiddag. My name is Scarlett. Hé, Engels. Uh-huh. Is your English good? My English? Yes, your English. Where are you from? St. Martin. St. Martin. And Dominican Republic. Ah, you Latina? Yes. Head age. You can Spanish? Yes, claro que sí. Claro que sí, ah. Mm. Do you have a driver's license? No. For me, it's a yes. Yes. Bueno. Ciao. Bueno. Adios. Adios. Ay, ay, ay. Hi, guys. Hello. Doe gewoon steepjes gaan met haar. English as well. Ik spreek ook Nederlands. Aha. Waar kom je? Ik kom uit Griekenland. Griekenland, oké, Griekenland. In Griekenland doen ze toch zo deze academy? Ja. Doe ze dat? Ja. Oh. Ik got you. How old are you? 24. 24. What's your name? Eva. 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 Deze af zegt moromu, betekent schatje in Grieks. Moromu. Oh. Ah. Raad me. Yeah. You win me. Yeah. She has a game. You have wrist. Wrist, I have a wrist. Yeah. Thank you. Oh my god. What's up? Oh. Thank you. Ah! Ja! Hallo! Jij bent het. Hallo! Hallo. Ik ben Graciela. Hoe was je naam? Graciela. Graciela. Weet je wat je bent? Nou. Je bent de 10 out of 10. Ready of the... Oké. Alessio, pak haar hand vast. Pak haar hand vast. Van Rotterdam. Kijk aan je hand. Hij zegt, hoe kan je mij claimen als je niet bent van mij? Hoe kan je mij claimen als je niet bent van mij? Ik zie alleen maar leugens als ik kijk in je. Oké. Sterk, je komt van Rotterdam. Rotterdam. Waar? Nee, ik zeg eigenlijk altijd Rotterdam, maar ik ben van Vlaardingen. Vlaardingen? Ja, ik ben op bestaan van Vlaardingen. Kan je sluwe olie? Nee. Zeg Rotterdam, zo, je bent loco-loco dus. Rotterdam, ben je loco-loco dus? Nee. Nee? Wat zeg je, man? Ja, ik zeg gewoon ja, je hebt loterij gewonnen gewoon. Twee voor de prijs van één. Ciao. Adieu. Laat die volgende dame zeggen gewoon, weet je wat, voor ons ja, maar jij mag zelf kiezen. Ja, oké. Hoi. Hoi. Goedemiddag. Hoi. Wat is je naam? Waar kom je vandaan? Ik ben Serenity, ik kom uit Groningen en ik ben 12. Nee, ik ben 20. Waarom lach je? Ken je haar? Huh? Ik niet, jij? Ja. Hoi Serenity. Hoi, alles goed? Ja, met jou? Ja, gaat prima. Ik heb een vraagje eigenlijk. Kijk, ik kom nog een ronde, maar je mag zelf kiezen. Wat? Ja, je mag zelf kiezen. Oh, ik mag kiezen? Ja, dan gaan we... Bij wie? Nee, gewoon ja of nee. Ja, is goed. Oké, doei. Maar dit is stop, dit is stop. Yo. Hey, ik ben Basie en 20 jaar. Basie? Ja, Basie. Hoe? Waar kom je vandaan? Ik ben Chinees. Chinees? Galena van Exo on the Beach, hè? Bij jou moeten we eten. Ik doe niet aan koken. Ja, mijn mama moet koken voor mij. Dus... Ik mag ook voor jou? Ja.
Ik zeg je eerlijk, ik kan niet koken, dus het gaat helemaal... Ik kan leren. Waar, hoe? Maar dan kan jij ook leren? Ja, nee. Nee? Mijn man moet eerst leren en daarna ga ik... Hé? Ja. Dan pas ga je moeite doen. Ja. Hé. Ik zeg je eerlijk, voor mij is nee. Het gaat van Prins 3. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het echt kut om nee te zeggen, maar ik kan niet koken. Ik kan alleen croissantjes maken en bolletje knakworst en zo. Oh, dus en pizza en dus... Ja, mijn vrouw moet wel koken. Oh, oké. Okay. Maar je hebt wel auto, heel goed. Kijk je daar hoe? Doei. Fijne avond. Leuke dress, by the way. Dankjewel. Wow. Die man is gewoon niet. Aha. Wat is je naam? Hallo, hoi. Therese. Aangenaam. Kijk me niet zo aan. Aangenaam. Hoi. Wat is je naam? Therese. Waar kom je vandaan? Groningen, man. Groningen, hoe oud ben je? 22. Wat is je afkomst? Anti-Venezolaans. Kijk, we moeten wel ja zeggen. Ja. Je moet ja zeggen. Ja, je hoeft geen ja te zeggen als je geen ja wil zeggen. Ja, we moeten wel ja zeggen. Oh. Allee, ik zeg je eerlijk, iemand vraagt aan mij, kan je dansen? Dat zien we volgende ronde wel. Volgende ronde? Wellicht. Ah, is goed, vamos. Ay. Is goed, is goed. Tot zo meteen. Noorwegen. Hallo. Hallo. Vijf. Wat is je naam? Oh, wat is je naam als je afkomst? Ja, allebei. Ik heet Rosé en ik ben Braziliaans-Iraans. Ah, Braziliaans. Caramba. Okay. Je heet feijoada. Onder andere, ja. Onder andere, voor mij is het gelijk, yes. 51? Hé, hey, fijne dag. Hallo. Hoi. Hoi. Luna. Alles zo aangenaam. Hoi. Chefante, aangenaam. Luna, waar kom je vandaan, Luna? Ik kom uit Maarsen. Uit Maarsen? Ja. Hoe oud ben je? 18. 18? Ja, jong. Oeh, ja. Utrecht. Ja. Voor mij, ik vind het een beetje jong. Ja, mijn ex was wel 21, snap je? Nee, sorry. Nee. Fijne dag. Fijne dag. Hola, dat is echt fijn. Ja, voel me voorop, man. Ja, maar kan niet. Hi. Hallo. Mijn naam is Ludan, 22 jaar oud. Ja, je komt uit? Mijn afkomst is Chinees, maar ik kom uit Maastricht. Aha. Kan je wel koken? Koken? Ja. We kunnen samen koken. Maar kan je koken? Niet echt aan begonnen. Niet aan begonnen. Maar komt wel. Jij wilt het wel leren, zeg maar. We kunnen het samen leren. Ja, samen leren. Ja. Aha. Ik vind dat wel een goede eigenschap. Ik zeg ja. Nee. Steenpapier schade. Steenpapier schade. Oké. Ja, jij mag door. Ja, je mag door. Dank je. Ciao. Doei. Klap, hoe zeg je doei? Hoe zeg je doei in Chinees? Bye bye. Bye bye? Bye bye. Ah, bye bye. Ah, bye bye. Hallo. Hoi. 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 Wat is je naam? Dali. 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 Ik ben 19 jaar. Jij komt van? Wat voor dorp? Oh ja, ja, dat is bij die Corandon. Ja. Aha. Klopt. En je afkomst? Indonesisch-Nederlands. Indonesisch-Nederlands. Ja. Ja, Indonesisch eten is wel lekker, dus voor mij is het gewoon een ja. Ik ga ook wel ja. Is goed. Yes. Doei. Ja, hoe zeg je doei in Indonesisch? Dat weet je niet. Nee. Hey, als iemand komt en jullie vinden diegene gewoon mooi, moeten jullie gewoon naar elkaar kijken en dan schreeuwen jullie ja! Hi. Hallo. Hallo. Met Tanisha. Hoi Tanisha, aangenaam. Hey Tanisha. Tanisha, Tanisha. Tanisha. Oh, sorry, yeah, sorry. Verwaar je eventjes. Ja. Verwaar met wie? Hè? Huh? Met wie? Niks, niemand. Waar kom je vandaan? Rotterdam. Rotterdam? Ja. Wat is je afkomst? Spaans-Arubaans. Hé, hey, hele cocktail. Ja. Huh? Ja. Wat zeg je, man? Ja. 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 Oké, okay, ja. Top. Kort maar krachtig. Ja. Yes. Ciao. Als hij komt, zeg gelijk, Jat! Maar koude hard gewoon. 3, 2, 1. Ja! Hallo. Hi. Wat is je naam? Kiki. Kiki? Kienta. Kienta. Ja. 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 Waar kom je vandaan? België. België? Ja. En je afkomst? Ik ben Italiaans. Maar ook ja? België. Italiaans, hé? Ja? En men vraagt me niet om te spreken. Ik kan geen Italiaans spreken, nee. Ja? Ja. Ja? Ja. 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 Ja, toch? Ja. 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 Oké. Okay. Ja? Nee. Nee? Nee. Waarom nee? Nee. Jo, nee? Nee. Oké, okay, haal van de set alsjeblieft en zeg nee. Komt niemand vakken. Ik zeg ja, maar ze zegt nee. Er is geen Italiaanse link. Nee, die is echt ver te zoeken. Die pasta match niet. Oh, wacht. Zeg hoe heet je? Hoe heet je ook weer? Kiki, bro. Je moet onthouden. Kiki. Hij onthoudt niet, ja. Hè? Raar. Je vergeet snel, hè? Ik vergeet snel. Maar ik zei ja, hè? Oh, ja, op wat? Op ja. Zeg, ik zie je volgende ronde. Wow, yo. Ik zie je volgende ronde. Waar zo?
Doe je dom of ben je dom? Sorry. Ik doe jou na, sorry. Oh, je doet mij na. Jij bent dom, ik doe dom. Okay. We zijn samen ik dom. Ik heb een HBO gedaan, hè? Weet je dat? Maar ik heb ja gezegd, dus je mag. Oké. Okay. Omdat je Italiaans bent. Ah, oké. Okay. Oh, basically dat. Ah. Jeez. Yeah. Wow. Ja. Yeah. Damn. Hey, jij kan niet focussen. Nee, bro. Ik kan twee dingen tegelijk. Twee dingen tegelijk. Was te veel voor mij. Hello, boys. Hallo. Ik ben Anisha. Ik ben 22 jaar. Maar dat wisten sommigen al. En... Wacht. Nee. We zijn gewoon nu, toch? Is niks geks, maar ja, ik ben hier voor jullie, man. Dus, Zie. Heb je nog vragen? Ik ben benieuwd. Nee, ik zeg gewoon ja, gewoon. Gelijk. Gelijk, gewoon ja. Ook gelijk, ja. Moet ik met je meelopen naar daar of weet je zelf, vind ik? Let's go. Ik wacht hier. Mijn nieuwe track Zeg Mij is nu overal te beluisteren, guys. Ga het streamen en vergeet niet te abonneren. Yo, boys. Ja. Zijn jullie ready? Ja. Een beetje spanning, meer spanning? Nog geen spanning, man. Ik ben... Nee? Hoeveel denk je dat gaan blijven? Iedereen. Iedereen kan. Wow, zelfs zeker. Oké, dan ga ik nu aftellen. 3, 2, 1, action! Oei, Mooi jongen. Draai om en geef iedereen high five gewoon zo. Okay, dan, ja, zeg maar die body langslopen. Ja! Pas op. Oké, kom terug. Ja, wacht, waar ben ik? Hey. Oh mijn god! Is jouw vriendin? Ging goed, ging lekker. Maar ja, ik had ook niet anders verwacht. Casablanca. Snelle jongen. Oké. Jongens, het gaat lekker. Maar nu moet het echt gebeuren. Speed dates. Jullie gaan met dames praten. Kijk, die stoel is ready. Ik hoop dat jullie ook ready zijn. Ronde 3. En nu is het gewoon... Ik zeg je wel eerlijk, paar zijn emos. Ik ga kapot daar gaan. Ja, ik kom wel. We gaan je helpen. Kijk, daarom heb je ons. Maar je moet wel echt doen wat wij zeggen. Dus als je iets hoort, gaan we ons niet negeren. Chapante. Oké, is goed. En Alessio. Ik heb een leuke opdracht voor je, Chap. Jij gaat toetouchen met haar spelen. Oké, luister. Ik weet niet welke dame, ik weet niet of ze hak heeft, maar luister. Wat je doet is. Je gaat er gewoon zitten. Je moet zeggen, je ziet waarom die bal heb, toch? Dit is niet alleen een date. Ze gaan je tekenen. Ik wil kijken of je een keeper bent. Word je zo hak? Ik ga baren, ik ben profvoetballer. Een beetje, man. Hey, Shaf, you got this. Hallo. Dat is goed. Rustig. Wat was je naam ook alweer? Graciele. Zeg, je gaat me geen knuffel geven van dit. Nee, ik krijg een handje, geen knuffel, maar is niet erg. Laat maar. Van Rotterdam kwam je toch? Ja. Dan geef je toch knuffel. Even die connectie toch. Wauw, is een beetje warm hier gelijk. Hey. Weet je waar die, ja, wat zei je? Wat heb je nog voetbal? Voor voetbal, ja. Weet je wat mijn naam is? Nee, wat heet je? Chavante. Ik ben profvoetballer. Oké. Okay. Dus ik wil ook kijken of jij ergens kan voetballen. Ik kan voetballen. Kan je voetballen, weet je zeker? Ja. Bah, gelijk. Toetatje, hey. We gaan toetatje. Weet je wat toetatje is? Nee. Doe. Oké, wacht. Moet je wel eerst vangen. Hey. Maar wacht, je mag toch niet vangen met je handen? Nou, mag van mij wel. Oké. Ik gooi naar jou vangen gewoon, ja? Je hebt gewoon kijken of je keeper bent. Oké, kom. Oké, we gaan toetatje. Weet je wat dat is? Nee. Je mag die bal twee keer aanraken. En dan moet je gewoon dus terugschieten. Tessie, is aan kopkast. Weet je wat, we gaan eens kijken of je kan koppen. Kan je koppen? Ja, maar wel naar mij toe en niet naar daar. Oké, doe. Ja, oké. Hey! Sterk. Je bent kopsterk, hè? Ja, kom.
pas, pas. Pas, pas. Oké, die toetas. Weet je wat toetas is? Ja. Je mag die bal gewoon aanraken en dan pap. Ja, toch? Oké. Okay. Ja? Ready? Ja, ja. Oké. Okay. Hey. Oh, dat is één keer. Dat is één keer, dat is één keer, dat is één keer. Ja! Oké, oké. Okay, okay. Wat oké, okay. Het was echt goed. Oké, okay, nu mag je bij mij doen. Oké. Okay. La, 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 die was. Ik vind, je kan wel goed voetballen. Hoe kan dat? Ik ben goed in improviseren. Dus jij bent momentopnames? Ja, zeker. Oké, oké, oké. Zeg tegen haar, sta op. Sta even op. Kan je rappen toevallig? Ja, ik kan heel goed rappen. Zeg nu, nee, ga zitten. Oké, dan moet je zitten. Zeg nu, sta weer op. Oh nee, ga je rappen toch? Ik kan wel rappen. Je kan rappen? Oké, dan moet je wel voor staan. Showtje geven, showtje geven. Zet jij die beat? Welke tune ken je uit je hoofd? Dat is echt een Spaanse lied. Spaans? Okay, maar die ga ik echt opfokken. Dus. Oké, okay. doe maar gewoon. Ik luister. Ik ken la gente, no sigue mirando, si lekker, sigue brindando. Nee, ga maar zitten. Hallo, ik doe moeite, hè? Oh, zo, ja, maar... Nee, ga jij rappen dan? Moet ik rappen? Nee, doe. Oké, dat is het. Zit niet in me. Doe maar. Laat ik ga rappen, je loopt me. Doe maar. Oké, okay, ik ga rappen. Oké, okay. Welke liedje wil je dat ik ga rappen? Ronnie Flex. Ronnie Flex? Nee, Eminem. Eminem? Nee, ik kan geen Engels. Oké, okay, wacht. Ik vind het wel grappig. Voetballen vind ik wel leuk. Ik wil het heel graag leren. De skills van Chavante vond ik niet zo goed. Hij zegt tegen mij dat ik scheef schiet, maar hij schoot het helemaal daar. Of ik ooit zo'n date heb gehad? Nee, nog nooit. Het is wel heel spontaan en grappig. Zou je weer doen? Of ik nog een keer op date zou gaan? Puur voor de gezelligheid. Ah, win is a win. Win is a win. Dibble win. Dibble win. Anita mag win. Anita mag win. Nee, ik hou van karamam. Het is niet karamam. Wow. Nee, stil allemaal. Daar was bij de eerste ronde. Zij skipte jou met die high five. Ja, nu, jij gaat daar rissen. Jij gaat daar zo goed rissen. Je eindigt het ook met die high five. En dan doe je ook zo en loop je weg. Ja, okay. Dan gaat het echt goed. Weet je, doe het echt goed. Weet je, ja, toch. Ga daar sausen, dit. Oké, mag ik een knuffel? Wanneer ze opstaat? Loesel. Ja, oké. Dan heb je dat maar even nemen. Je moet zeggen, ik ben niet vergeten. We beginnen het gesprek met, ik wil herstellen wat er eerder is. Ja, toch. Je moet ook zeggen, maar waarom doe je zo? Ching. Ja, toch. Jij bent Italiaan. Is Ching, hè? Ja, is easy. Is light. Jij bent niet Boston. Wauw, Kiki. We moeten opnieuw beginnen, hè? Ja, klopt. Ik heb je naam onthouden. Wauw. Ja, je bent Italiaans, toch? Ja, klopt. Eindelijk, waarom kwam die spanning eigenlijk zo? Want ik ben ook half Italiaans, maar we doen zomaar zo tegen elkaar van... Maar jij begon. Je zegt gewoon ja. Dat was een grapje, snap je? Het is jou vergeven. Oké, mijn excuses voor dat. Oké, goed. Vergeven? Ja, is goed. Nieuwe we zullen zien hierna. Je bent niet meer boos? Ik ben nooit boos. Echt niet? Nee. Italiaan hebben wel een kort lontje, hè? Ja, maar dan moet je erbij nemen. Kort lontje, dikke kontje hebben ze vaak. Ja, kan je dat aan? Ik kan dat wel aan, ja. Ik ben wel wat gewend. Leer even beter kennen, gewoon normaal. Oké, maar eventjes... Buiten dat, ik wil je nu gewoon even leren kennen. Leeftijd nog een keer, hobby's. Ik ben Kiki. Yeah. Ik ben 24. Ja. Yeah. En ik ga naar de gym. Ja. Yeah. En ik kook. En... Oké, okay, je kan koken. Tuurlijk kan ik koken. En ik zie je deze? Pluspuntjes. En ik kan kruiden, snap je? Oké, okay. En wat train je trouwens? Even daarop terugkomen. Alles. Alles gewoon. Tuurlijk. Kijk je die bicep van je? Mag ik voelen? Ja. Oef. Maar ik jouw bicep voelen. Wil je mijn bicep voelen? Ai, valt tegen, hè? Ik had meer verwacht. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Zeg maar. Deze dagen zijn skinny, modder, zijn gewoon... Luister, zeg haar maar, hoe was je kip dan? Okay. Maar, Italiaanse keuken, ik hou ervan, jij ook? Tuurlijk. Pasta. Mm-hmm. Welke pasta eet je? Eet je ook pasta met kip, toevallig? Tuurlijk. Was je kip? Tuurlijk. Oké, okay, gelukkig. En gelukkig. Jij? Ik ook. Met drift? Kruid je kip? Ik kruim, zeg maar, ik pak die kip, zeg maar. Ik snijd het een beetje, dan ik was het met water. Oké. Okay. En dan gooi ik een beetje dreft eroverheen.
Dan doe ik ook een beetje wassen. En dan, ja, ik zeg eerlijk, hey, je kan mijn mattie zit daar, je kan ze vragen, die pasta is altijd lekker. Dus ik kan ook voor jou koken. Ja, of we kunnen samen koken, die nog leuker. Die kip met drift? Ik kom bij jou niet eten. Nee. Oké, ik kom bij jou eten. Ja, is beter misschien. Ja, hè? Maar dan misschien... moet je verdienen. Het is misschien beter voor ons allebei ook. Ja, eigenlijk dan, wel, ja. Dan ja, eten we lekkere pasta, snap ja, je? Beter, beter. Toch? Zegt ga, je bent zo'n mooie dame. Oké, ik wil niet praten over eten. Je bent zo'n mooie dame, maar we praten alleen maar over eten. Dus maar... we kunnen zo ook wat gaan eten hier tegenover zitten, Italiaan. Ik weet niet. Waarom niet? Ik twijfel. Omdat je kip... Je was het met dat drift. Was een grapje. Dat was je een was het met drift. Dat was een grapje. Ik vertrouw jou niet. Nee? Nee. Hoezo vertrouw je me niet? Ik kan je niet vertrouwen met mijn eten. Ik ben loyaal, hè. Ben je loyaal? Loyaler dan Modric bij Real Madrid. Oh. Ja. Zij ook, pak haar hand vast, pak haar hand vast. Mooi nagels. Mooi nagels. Die clash hebben we een beetje opgelost nu. Tuurlijk. Jawel, alleen maar love, toch? Alleen maar liefde, hè? Daarom. Mag ik knuffel? Wil je een knuffel? Ja, tuurlijk. Ik ben niks vergeten, Mattie. Weet je, ik kwam een knuffel geven, maar was daar toch te klein voor. Ik zag jou niet eens zitten op de stoel, bro. Junior, ja, jij moet. Ga gewoon. Hey, Junior, hier. Junior. Wat is er allemaal gebeurd? Want ik snap het niet. Aangenaam trouwens. Aangenaam. Mijn naam is Junior. Jij bent ook Belg? Ja, klopt. Jij ook? Ja. Oké, wat is er gebeurd? Want ik zie dat er heel veel spanning is. Heb je het gezien of niet? Ik heb alles gevolgd. Waarom vraag je dan? Waar is nee, maar... Je weet. Nee, maar wacht. Je weet. Wat zit er op je chest? Maar is dit een therapiesessie? Ja, ik kom met jou praten. Ik wil je helpen. Oké. Want ik zie dat je issues hebt met Nederlanders. Dat is totaal niet waar. Nee? Tuurlijk niet. Ik heb ook Hollands bloed zelfs, dus. Ah, serieus? Je bent Nederlander? Mijn opa is Hollands, dus ja. Maar waar, ik heb niets tegen Hollanders. Love naar iedereen. Maar op wat voor jongens val je? Op loyale jongens. Loyale jongens. Zeg, hoe kan je zien dat iemand loyaal is? Hoe kan je zien dat iemand loyaal is? Je leert die persoon kennen. Sta je open om mij te leren kennen? Sta je open om mij te leren kennen? Ik ken jou niet. Nee, maar wil je mij leren? Je hebt me wel al gedm'd op Insta, denk ik. Oh, klopt, hè? Dat klopt. Voilà. Ja. Dat klopt, maar wil je mij leren kennen? Ik wil iedereen leren kennen. Ik wil altijd vrienden. Dat boeit mij niet. Oké, maar je zei dat ik jou had gedm'd, toch? Klopt. Oké. En wat stond er in die DM? Ik heb geen idee. Ik weet het wel. Ik had je gedm'd. Zeg mij eens. Omdat een neef van mij interesse had in jou. Ja, ik heb eigenlijk echt... Ik weet dat niet meer. Sorry. Ik weet gewoon Junior en ik herken jouw gezicht. Je doet iets met voetbal, toch? Ja, ik ben een profvoetballer. Van welke team? Beerschot. Ken ik niet, nee, maar nice. Dat is gewoon profvoetbal. Zoals? Ja. Ah, Gent of zo. Sorry. Nee, ik heb wel tegen Gent gespeeld gisteren. Ah. Hebben ze wel ingemaakt. Moet ik je meenemen naar een gimma? Als je dat wilt. Ja, tuurlijk. Maar ik zie dat je nu wel gewoon heel aardig bent en los. Dus... Maar jij bent gewoon chill met mij. Ja, klopt. We waren chill, maar hij dacht ik kwam een knuffel geven, maar ik zag hem niet staan. Oké, maar dat dus... is... Kijk, dat is wel gewoon geweest, snap je? Ik ben nu het heden, snap je? Denk niet aan het verleden. We moeten naar de toekomst kijken, snap je? Dus komt er seks nog een guy? Nee. Ah, oké. Het is tussen jou en mij. Maar... Ik ben het. Oh, Junior. Hey, ben jij het? Als je mij zo aanraakt, word ik wel. Hoe is dat voelen? Oh, shit. Maar ik ben niet jouw therapeut, dus niet nee, maar je raakt me aan. Ik krijg het warm als je me aanraakt. Zeg daar, kijk, ik denk dat we wel cool zijn, we gaan samen doen. Maar ik denk wel dat je cool bent, dus laten we gewoon samen lussen, ja? Oké. Kom. Hou je van lange jongens? Tuurlijk. Oké, perfect dan. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Only English, right? Sí. What's your name again? Scarlett. Scarlett? Scarlett. Nice name. You know my name? No. You didn't ask. You know. You don't want to know my name? I want to know now.
Chavante. Chavante. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, what you do in your daily life? Hey, Engels is slecht. I eat a lot. You eat a lot? You can cook also? Yeah, of course. What you can... What you want me to make? What's your special... It, I don't know. I make a lot of pasta, arroz, pasta. Con habichuela. What is your guilty pleasure? You name it. Uh-huh. Do you cook? I can cook some egg in the morning and... And that's all. What's your guilty pleasure? I would say music, chocolate, ice cream. Ah, you have Snapchat? Nah. You don't use I don't Snapchat. Use Snapchat anymore. Ah, you grown. Yeah. Can I have your number? We'll see maybe after. Alright. But one last question. Amigo, are you toxic? No. You lie. This is lying. This is lies. I'm not toxic if I don't need to be toxic. So are you toxic? I am. I'm not toxic, but I could be toxic if you're toxic. I am toxic. Then we'll be toxic. Yes. All right, I'll see you later. All right. All right. Oh my god. Okay. Ah, boys. Jawel. Zijn jullie eerlijk? Oké. We bleven het op die Engels, hè? Ik zeg jullie, kijk. Was Engels, broer, bij mij Engels is sowieso kapot. Ja. Je hebt je ding maar gedaan. Maar ik zeg eerlijk, ze gaf ook niet een model van Risma. Ja, dat ja. Ah, broer. Ze was niet open. Maar hij is van beide ook spannend, snap je? Ik heb het geregeld hoor, net die nummer pak je achter. Oh. Grapje. Alessio. Hij moet ook niet beginnen. Je hoort oké, dames en heren. Ja. Oké, luister. Weet je wat je moet doen, hè? Je moet haar zeggen, wie is in jouw top 3 artiesten? En dan gaat ze die top 3 van Nederland noemen, toch? Yeah. En dan moet je boos worden als je niet in de top 3 staat. Ja. Ja. Wat? Hoe heb je niet erin? Ja. Broer, okay. Ik moet gewoon high class zijn als ze zegt van, Elias, jij hoe ken je hem niet? Oké. Je moet gezegd, hè? Die is goed. Okay. Maar je moet hem echt organiseren. Maar ze kennen hem wel. Ja, maar. Succes. Hey, Saf, kom hier. Alles goed? Ja, met jou? Ja, goed hoor. Hoe ben je? Top 3 artiesten van Nederland. Nee, ik weet echt niet. Zeg niet Alessio. Alessio. Toch? Ja. En daarna wie nog meer? Chavante. Chavante. Kleine John. Kleine John. Chavante. Kleine John. Ja, en nu Chavante. Kleine John. Chavante. Kleine John. Chavante. Kleine John. Chavante. Kleine John. Doe mee met me. Chavante. Kleine John. Chavante. Kleine John. Doe mee. Chavante. Kleine John. Oké. Chavante. Kleine John. Ja, is mijn hetzelfde, man. Heb je ook een favoriete liedje? Of moet ik je leren? Ja, doe maar leren. Weet je ze zeker? Ja. Oké, komt-ie. Pull up in je city. Ik ben met mijn jongens, we zijn lady. Girl, kan je zetten in Louis Vuitton. Mm-hmm. Nee, oké, maar je moet het wel kennen, man. Kom op. Nee, sorry. Ken je deze tune? That's a lie. Ook niet. Okay. Waar leef je? Maastricht. Onder een steen. Oh, ze kent Chavante niet en Kleine John ook niet. Sorry. Dat is toch raar? Ja, misschien toch wel onder een steen. Ja. Ja, ik vind dat wel raar hoor. Maar het was wel gezellig, hè? Ja. Toch? Ja. Ik ga nu er vandoor. Fijne avond. Fijne Alessio. Avond. Alessio. En een fijne terugreis naar Maastricht. Naar Maastricht, dankjewel. Alsjeblieft. Als hij ons hoort, dan is hij crazy. Dat ons... Je hoort ons, hè? Kijk, hij hoort ons. Ik hoorde niks, bro. Oh, hij hoort ons niet meer. Nee, bro. Oh, maar wel goed gedaan. Ja, ik hoorde niks. Kijk, die boys. Kijk, je gaat gewoon normaal een gesprek met haar voeren. Ja. Ik ga een dier in jouw oor zeggen, moet je die dier kapot hard nadoen. Gewoon. Zeg voor ik zeg T-Rex, moet je gewoon. Dan moet je dat doen, begrijp je? En als ik weer mens zeg, moet je doen alsof dat helemaal niet is gebeurd. Ja, toch? En één keer moet je gewoon fluisteren hoor. Ja, toch? Nee, ja, je moet er nou op fluisteren. Dat is lekker toch? Nu één keertje gewoon. Bro, jullie gaan me als gek verklaren. Laat dat lezen. Ze zit al. Hallo. Tanisha. Fante, aangenaam. Yes, alles goed? Ja, met jou? Ja, gaat ook goed. Nice. Hoe ben je gekomen? Auto. Auto? Ja. Je rijdt zelf? Nee. Wie dan? Vriendin. Heb je rijbewijs? Nee, nog niet. Waar ben je? 22. Stel haar lang een vraag en dan moet je blaffen. Wanneer ga je voor je rijbewijs aan? Dit jaar, hoop ik. Dit jaar? Ja. Oké, is goed. What the fuck? Dat is goed. Okay.
En heb je nog andere dingen dat je doet in de avond? Ik ben op de grond kruipen als een kat en moet je miauwen. Danseres? Ja. Aha, dus je kan goed dansen? Ja. Oké. Maar ook gewoon wedstrijden en zo? Nee, wedstrijden. Ik ben professioneel. Professioneel? Ja. Ik zeg, mag ik jullie gebruiken? Ja. Miauw. Kruik is bekend, maar wat heb je op eigenlijk? Sara parfum. Sara? Ja. Kan ik ruiken? Nee. Ja. Ruik lekker. Ruik lekker. Oké, dus je doet gewoon wedstrijden dansen en zo? Nee, geen wedstrijden. Huh? Wat dan? Ik ben een go-go danser. Wat is dat? Sta op en loop om die stoel heen. Heb je zeg maar, op festivals zie je die meisjes dansen altijd? Oh, gewoon, clubs en zo. Gewoon festivals en clubs en ja. Zo. Wow. Ja. Ah. Gaat goed? Huh? Gaat goed? Ja, ik heb gewoon issues met mezelf. Soms. Ja. Dus go-go dansen en zo. Gewoon, ja. Maar dat is meestal festivals en zo? Ja, en in clubs en videoclips. Dus als ik een show heb op festival of zo, ja, dan kan ik jou gewoon inhuren. Ja. Maar hoe dans je dan ongeveer? Doe voor. Zo. Ja, het ligt aan de muziek, maar dat kan. Doe ervoor dan? Nee. Ja, moet ervoor betalen. Moet ervoor betalen? Ja, ik doe het niet gratis. Of op mijn Insta kan je kijken. Waar is die pak van mij? Ik heb daar 10 doos liggen ergens. kan je die 10 doos trekken voor mij? Oh, dadelijk ook. Ik zie je tikkie. Oké, kan je mijn danspasje wel leren? Wat wil je leren? Easy danspasje. Een easy danspasje. Oké. Even denken hoor. Maak een geluid. Kijk, wat ik altijd doe. Ja. Oh. Okay. Gewoon mooi zo. Oeh, nog een. Zo. Heel mooi. Oh ja, oh. Ja, kom, doe dat. Oké. Ja, maar wel meer sexy. Meer sexy? Ja. Ik zeg eerlijk, laat wel. Ja. Waar moet je dansen? Ik kom kijken hoor. Huh? Ik kom kijken. Zijn Air. Air. In Italia. Oh nee, daar ben ik nooit. Nee, ik vond het wel leuk. Ja? Yes. Ja, geen rare dingen meer. Ja. Oh. Ga terug. Nog één ding. In haar oog luisteren, is lekker toch? Is lekker toch? Wat? Hij gedaan! Boys, hoor, jullie zijn gek! Wat laten jullie hem allemaal doen, jullie zijn gek, man! Gaan ze stappen? Heb ik ooit iemand meegemaakt die blafte op een date? Nee. Was wel een beetje apart, maar ja. Kan het ermee door? Misschien. Maar hij moet al dat blaffen afleren dan, maar dat lukt wel. Tila! Dan gaat je temmen. Nou goed. Wat vond ik van zijn dance skills? Nou, hij moet nog wel veel leren, maar hij moet nog een beetje die sexiness erin gooien. En dan, ja. Als hij niet meer blaft, dan kan ik hem leren. Ah. Luister, wat je nu gaat doen, je gaat gewoon op date met haar? Wat? Maar Engelsen. Ja, moeilijk man. Struggelen. Oké, ze gaan nu op. Luister, je staat op. Ja. Op een gegeven moment, je verstopt gewoon achter die stoel. Oké. Ja. Maar je moet niks zeggen. Bro, maar Moet zo. Maar kijk, je moet wel met een verklaring komen, zeg maar van ja, ik zag iemand. Zo, nee, daarachter, ik zag iets lijps. Ja. Alsof je paranoïde bent. Ja, toch. Dan gaat mensen beginnen filmen en staan daarachter. Ja, toch, oké. Maar daarna wel weer gewoon normaal. Oké, ja toch? Zeg, I thought the camera was bazooka. Ja, toch? Maar stak in mijn oor wanneer ik dat moet doen. Oké. Wanneer ik hem gelijk doe zo? Eerst Engels praten. We gaan wel zeggen wanneer je die stoel moet doen. English. Oh. My English queen from Greece. Hi. Hello. How are you? Where are you from? In Greece? Give a hug. Zakynthos? You know Zakynthos? Yeah, of course no. Yeah, I was on vacation in Zakynthos. Oh, nice. It's very, 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 very beautiful and very blue. Everything is beautiful in Greece. Like me. Greece God, hè? Uh-huh. In Hollanda we say hallelujah. Zeg sagapo. Sagapo, dat betekent ik hou van je in Grieks. Sagapo. Sagapo pio poli. Oh, zeg ik hou ook veel van jou. Vraag dan, can I feel on your hair? Very good Greek. Can I feel on your hair? Ja, of course. Trek het. Beautiful. Een beetje trekken. It's beautiful. You like poelen. Yeah, I like it. Can you do it with my hair too, do you think? Ja. Ja? Do I look with some fake, of course. Hey, do you like Italian boys? Do you like Italian boys? Are you Italian? Mm-hmm. Io parlo italiano un poco. Mio padre italiano, mia madre olandese. If they like me, I like them. You like them? Zeg, I like you. What do you rate me? What do you rate me? 1 to 10, you know? Like school. You get a mark. I don't rate. You don't rate? No. You want to feel? I'm a woman, I'm not a kid. You don't rate, you feel. Yeah. Hey bro, vraag is, do you like my hair? Do you like my hair? Like this? Zeg, don't touch! Oh, don't touch!
No, 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 goed, touch. Heel goed. Yes, hey, ga achter die stoel, ga achter die stoel. Where are you going? Shit. What? Come, don't be scared, come out. Come on. Okay, cool, cool, gaan we zitten, gaan we zitten. How do you say? Okay, no, I get the, how do you say? I get a little issue with myself. What? You're not I have struggles. PTSD, PTSD. I have struggles. You know PTSD? Yeah. Yeah, a little bit. What hurt you? But I think we get good children. Schrik en ga weer schuilen. Like a good. Oh, damn, Mariko. Ja, ga weer zitten, ga weer zitten, ga weer zitten. Nee, like, you. Okay, like it's alright, it's alright. Yeah? Nothing. Zeg haar, can I get a kiss? En een grapje. It's joke not note. You. Can I get a kiss? On the cheek? Mm-hmm. Yes. Oh. Yeah! I like you. I like Greece. I like Greece. Mm-hmm. You know, I go to Greece with plane. I go in the plane. I like this. Like this. Ah. Zeg, ik voel de vibe. Ik zie je later. You feel the vibe a little bit? Yeah. Like what was that? Can you do like this? This? And then you do like Okay, I like you. I see you after the show. Oh. We stop achter die stoel weer. We stop achter die stoel weer. Shit. I will help you to get over this trauma. Yes, yes, yes. You know? Zeg bye bye, darling. I have issues. But bye bye, darling. I see you later, yeah? Bye-bye. I see you later, yeah? Okay. Okay, be safe. You too. You wanna come with me? No, you said after the show. Zeg, you look like my ex, I like it. You look like my ex, I like it. Oh, I don't want to look at your ex. You're ruining it now. Hey! Hey, deze is top! Hey, ik ben gewoon voelig, snap je? Ik ben gevoelig. Hey boys, laten we luisteren wat ze gaat zeggen. Oh ja, stil. I will rate this date on the scale 1 to 10 with a 10. He was very expressive. I like he was a bit shy with his trauma. Yeah, he was very open to me. I like that. Cute. Schattig. Bitches van New York tot Cura. Je betalen ze natura. Oké. Eerst staat hier niet zo, hè? At the end, he said something about his ex, that I look like his ex. Probably he has a type. He looks also like my ex. So perhaps that's why we like each other. We have a type. Oké, Saf, jij bent weer Alessio. Ik ga niet liegen. Goed gedaan. Maar nu is het weer aan jou. Luister. Je moet gewoon bank gaan pronken, man. Gouden tand, chain. Je rijdt Manny, Prada. Ga maar pronken gewoon. Zeg, kijk als ik veel van merken weet, praat ook van merken en zo. Zeg, ik hou alleen maar dames met geld, anders ik wil niet eigenlijk. Goed. Maar hey, als ze zegt tegen jou van waarom pronk je zo, moet je zeggen, weet je hoeveel streams ik heb eigenlijk? Ja. Ik hoor het. Ik ben echt benieuwd wie gaat doen. Ja, en zegt, weet je wat pand dat is? Oh. Ja. Maar deze is goed, deze is goed, deze is goed. Oh, ja. Oké, okay, succes. Succes, joh. Begin daarmee. Okay, geef mijn hand en zeg, denk je dat ik zo bij je ben? Kijk dat ik zo om mij riep. Dat is goed. Ja, met jou? Ja, gaat goed, man. Mooi, zo. Ik zie je dragen ring en zo. Wat is je tas eigenlijk? Sarah of zo? Sarah. Nee. Je hebt geen rolie? Nee? Waarom niet? Waarom moet je zo met dingen? Waarom moet je rolie? Ja. Ik kan gewoon van vrouwen met geld, hoor. Dat is, ik hou daarvan. Ik hou niet van mensen die showen. Je houdt niet van mensen die showen? Nou, ik zeg je eerlijk, kijk hier, ik kom Fully Prada Cups zo. En zeg maar, ik hou niet van showen, man. Ik zeg je eerlijk. Maar ik hou niet van show, maar je ziet het wel gewoon, weet toch gewoon. Maar je komt door die streams van me toch? Oh, oké. Ik heb veel streams interessant. Toch? Kijk, kijk je shows van me? Denk niet. Denk je niet? Nee. Oh, dat is niet erg, hij heeft toch veel streams dus. Als jij niet kent, kennen andere mensen het wel. Daar gaat het om, toch? Daar gaat het om. Maar heb je deze shows gezien of niet? Ja. Zeg, wil je aanraken? Is VVS, wil je aanraken? Nee. Je wil niet? Je houdt niet van kettingen, zeg. Jawel hoor. Ja? Zeg, waar hou jij van? En dan pronk over waar zij van houdt. Maar waar hou je van eigenlijk? Ik ben best wel een sportief meisje. Sportief? Ja. Wat dan? Wat dan? Ik vind voetbal leuk. Voetbal? Gym. Maar ik hou ook wel van lekker in bed. Ik zeg eerlijk, ik ging laatst ook gym. Ik had Givenchy shirt aan tijdens gym. En Dior kick. Ik zeg eigenlijk, ik heb gelogen. Ik speel wat ik niet ben. Nee, maar eigenlijk is ik lieg. Ik heb dat allemaal ergens eens. Interessant. Die chain is van mijn mattie, is gewoon van net. Zeg, ik ben heel sportief. Kijk wat ik kan. Doe je die push-up met één hand. Maar ik kan wel push-up met één hand. Wil je zien? Ja, doe maar. Wil je zien? Ja. Ik zeg eerlijk, ik heb een beetje last van mijn rug, maar Ik denk dat je vaker naar de gym moet. Vaker naar de gym? Ja. Oh, je denkt, ik kan het niet? Ja, doe dan. Maar jij zegt, je bent sportief. Doe dan. Kan jij met één hand? Nee. Als ik vijf kan, dan doe je eentje.
Een push-up? Ja. Je bent toch sportief? Als ik vijf doe, hè, met één hand, vijf. Vijf met één hand doe ik één keer. Ja, met één hand, hè? Nee, niet met één hand, wel met twee. Ja, twee handen, maar dan vijf gewoon. Dat red ik niet. Je bent toch sportief? Ja, maar dat red ik echt niet, dat is iets te ver. Oké, dan eentje met twee handen gewoon. Okay. Als ik vijf doe, hè? Als jij vijf, oké. Okay. Maar één hand, hè? Hey, maar zeg, als ik het vijf keer doe, moet je wel met me op date. Oké, maar als ik hem vijf keer doe? Vijf keer op één hand. Dan ga je met me op date. Als ik hem vijf keer kan, ja? Is goed. Duw? Vijf keer op één hand. Oké. Okay. Ga je tellen? Ja. Eén. Ja, twee. Hoeveel zijn we nu? Twee. Oké. Okay. Bij die laatste moet je zeggen, nee, die laatste was niet goed. Ik doe nog eentje extra. Vier. Oké. Okay. Oh, nog één om te laten zien, omdat ik heb veel gehad, hè, dus weet toch? Oké. Okay. Ik heb bijna puffen, man. Ik wil nog eentje van jou, hè? Met twee handen nu. Ja, maar. Eentje? Eentje, nou twee. Nee, eentje. Als je drie doet, ga ik met jou twee. Nou, dan hou ik er maar één. Maar ik heb al net vijf gedaan, ik heb je dit al gewonnen. Eentje, dat was de afspraak. Oké, okay, is goed. Maar ik kan het niet. Huh? En die date, hè? Ja. Oké. Okay. Sterk! Okay. Sterk. 10 punten. Dank je. Maar ik denk dat ik je wel goed genoeg ken. Ja? Dit was leuk, maar ik ben humble. Eerste date, we gaan naar Burger King. Daar, dan kan je thuis blijven. Hoe is het? Ja, eerste date, wat wil je dan? Je loopt net te showen en nu een beetje. Nee, maar ik zei dat is gewoon van mijn maat. Ik ging terugtrekken toch? Oké. Ik zeg eerlijk, vandaag saks leeg zo. Maar wat wil je dan? Wat voor jou date? Golven, bowlen. Golven? Bowlen. Kan je. Dus geen Burger King. Nee. Dat wist geen ding. Rond goed af met knuffel, zo leuk hoor. Ja. Niet helemaal. Oké, dan gaan we golven. Is goed. Ja? Deal. Ja. Oké. Is goed. Fijne dag. Hetzelfde. Ik heb zomaar mijn rug op. Ja. Hey, hola boys. Ik heb bijna mijn rug gebroken, bro. Maar die pronken, we moeten die pronken skippen, man. Die pronken was een beetje eigen. Ja? Dus we hadden hetzelfde voor je toch? Anders mensen gaan zeggen thuis, hey, eindelijk. Ja. Broer, ze weten het joke. Ja, hey, mensen. Nee, kijk, iedereen weet ik pronk het nooit, hè. Het is gewoon omdat ik moest pronken, heb ik gezegd. Maar ik zeg nooit wat ik heb. Maar daarom houden we hetzelfde. Ja, toch. Hij is tussen hem horen. Of ik ooit een jongen van mij op één hand heb zien opdrukken? Nee, dat heb ik nog niet gezien. Dat vond ik best wel bijzonder. Of ik nog een keer op date zou gaan met Chavante? Ik denk het niet, ik weet niet. Ik hou niet zo van dat ik praat over geld en zo. Ik hou daar niet zo van. Oké! Het is weer tijd voor een nieuwe date. Yes! Oké, maar boys, luister. Die laatste ging goed. Verstoppen. Oké, maar wat gaan we. Gaan we een risk game testen? Ja, verbeteren? Ja, maar ik wil riss zien. Ik heb een goed idee. Oké, laat maar rissen dan, is goed. Tijdens je riss. Ja. Als wij zeggen gefries, moet je gewoon. Zo ja, blijven. Ja. Oké. En als we zeggen dicht, moet je gewoon je ogen dicht doen. Nee, ik moet deze doen. Als je iets zegt, moet je zeggen, oh, niet weer. Ja. Let's go. En vraag haar wat dat type is en zo. Ja, en wat voor cijfers ze jou geven. Oké. Hey, na deze date moet ze jou zijn vragen eigenlijk. Oké. Oké dan. Oké. Dit is denk ik wel zijn type, toch? Zin in? Ja, op zich wel. Goedemiddag, hoe gaat het? Ja, goed met jou? Ja, gaat goed hoor. Gezellig. Ben je blij dat ik ben gekomen of? Wat heb je de chauffeur tegengezien? Dat hou ik voor mezelf. Snap je? We kunnen ook delen, hè? Delen, ik doe daar niet aan, man. Nee, hè? Nee. Weet toch gewoon lekker voor jezelf? Snap je. Ik hoor je. Oké, maar ik wil even wat meer over jou weten. Wat zijn je hobby's? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Rotterdam en Arnhem. Ja. En ik doe gym, volleybal, content creëren en zo. Volleybal? Yes. Oké, dan. Topscorer, welke positie? Mid-4. Set-upper. De nummer 10. Yes. Dus je kan goed doorgeven. Dus smash ook veel. Dus je smasht veel, zeg maar. Ik ben set-upper. Set-upper? Yes. Dus je zet mijn set-up gewoon zo. Sorry, niet weer. Niet weer, joh. Ik bedoel op mijn zwijgerecht op die. Zwijgerecht. Vries. Aanpas. Gaat alles goed? Zeg, nu doe alsof er niks aan de hand is. Ga door.
Waar waren we gebleven? Over wat ik doe qua sport en de... Oh ja, qua sporten. Ja, qua... Wil je niet iets over mij weten? Vertel, wat doe je? Freeze! Wat? Ga je nog praten? Nee, gewoon wat wil je weten over mij? Wat doe je? Wat doe je voor hobby's? Hoe oud ben je? Ik hou van voetballen. Mm-hmm. Ik hou van... Freeze! Unfreeze, ik hou van voetballen. Mm-hmm. Ik hou van volleyballen ook toevallig. Dus misschien kunnen we samen volleyballen. Laat je volleybal skills zien. Ja toch, als je een bal hebt, ik doe die... Je toch, je moet zo toch? En dan... Freeze! Volgens mij ben ik in het museum beland. Unfreeze! Zo. Freeze! Niet weer... Unfreeze! Zo. Oké, maar kan je een beetje Engels? Zeker. Oké, wat is morgen in het Engels dan? Tomorrow. Gisteren? Yesterday. Datum? Date. We kunnen wel daten, ja. Wat heb je in plan dan? Ik heb gehoord snackbar is ook gewoon een moe. We gaan gewoon snackbar. Is goed? Ja, toch? Is goed. Gaan we? Ja, is goed. Kom. We gaan snackbar. We gaan snackbar, hè, deze? Ik ga niet liegen, dit was jouw beste date. Nee. Dit was jouw beste date. Nee. Die Fries werkte wel, hè? Legendary. Hij deed deze. Hé, laat je luisteren wat hij zegt. Waarom ik ervoor koos, was... Die humor zat er wel in en dat had ik wel even nodig vandaag, als ik heel eerlijk ben. Worden, hè? Ik heb dat dag nog. Waarom hij soms stopte, het was gewoon echt irritant. Ik had gewoon echt de neiging om gewoon met hem te gaan knokken, snap je? Mid-sentence gewoon, hè? Nekje die. Was het een afknapper? Ja en nee tegelijk. Kijk, als je dat op een echte date zou doen, nah, I'm a backup. I'm a backup, snap je? Zou ik nog een keer met hem op date willen? Kijk, als hij stopt met een standbeeld zijn. We zijn niet in een museum, hè? Laten we even dimmen daarbij. Museum! Als hij dat niet meer doet, weet je, prima, is goed. Ik doe wel nog een keer. Ze loeft. Je bent door. Maar wel applaus voor Alessio. Zoals bij Sjof, want we zeiden, win is a win. Win is a win. Anita Max win. Anita Max win. Waarom was dat? Alessio, we gaan nu een date. Boys, we weten nog niet met wie, maar wat gaan we doen? Hey, jij zegt, ik wil dat de vrouw de leiding neemt. Dus laat haar praten en antwoord kort. Yes, leid deze date. Leid deze date en jij antwoord kort. Ik ben benieuwd, man. Wie is het? Hey. Is je type? Wakker. Het is lekker zo. Okay. Succes. Ik heb geen type dingen. Hij heeft geen type, oké. Ik ga geen type dingen vragen. Vaka. Hey. Alles goed? Hey. Wacht, voordat we gaan zitten, ik ben klein. Kan je me even helpen met die stoel omlaag zetten? Wat is dit setup of zo? Wat ga je doen met mij? Nee. Ik vraag gewoon. Oh, oké. Okay. Nee, toch? Eerste test. Even kijken of je gentleman bent. Perfect. Oké, okay, ik hou ervan als dames de leiding nemen. Ik ga de leiding nemen. Dus je mag de leiding nemen in deze date. Oké. Okay. Dan gaan we het even anders doen. Ik zeg, ik ben bang voor haar, man. Wow. Kijk, je hebt best wel wat dames al, je weet toch? Je bent al met best wel wat dames op date gegaan. Mm-hmm. Ik denk dat we het even moeten switchen, man. Ik denk dat jij mij even moet laten zien waarom ik met jou op date moet gaan. Ik zou ook kijken naar je hulptroepen. Je hebt ja gezegd aan het begin, dus... Ik wil nu wel graag zien waarom ik jou zou moeten kiezen. Waarom je mij zou moeten kiezen? Dus ik moet zeg maar nu uitleggen waarom je met mij op date moet gaan. Uitleggen, laten zien, iets in die trant. Waarom moet ik jou kiezen? Wat maakt Chavante anders dan de rest? Weet je waarom? Ik ben een 10 out of 10. waarom? Waarom je met mij zou moeten daten? Oké, ik ga 5 dingen opnoemen. Hey boys, alweer, jullie gaan lachen in mijn oor. Ik ben loyaal. dat is 1. Mm-hmm. Het is een klein beetje warm hier. Oké, nog een keer. Waar was ik? 1, oké. Okay. Make you sweat. Ja, so make you kan je die dansen toevallig? Je was bezig met je punten. Okay, let's go. Oké, ik ben sowieso loyaal. Ja. Dat is 1. Ik hou ervan om... samen wat te doen. Hoe je dat? Dat is een pluspunt, oké. Okay, ik hou ervan om... Hoe je dat? Hoe noem je dat, bro? In ieder geval, ik hou er gewoon van om samen dingen te doen. Mm.
Maar wel ver. Je weet gewoon niet in, in omgeving. Dus ik ben die kill. We gaan naar Duitsland. Je bent bang om gezien te worden? Nee, niet eens zo. Oké, dat is... Hoeveel moest ik opnoemen? Vijf, maar doe maar nog eentje. Nog eentje, hè? Oké. En ik ben loyaal. Dat heb je al gezegd als eerste, man. En ja, dat is nog eentje gewoon. Loyaal zijn geldt voor twee. Voilà, Shaf. Je bent gedegradeerd naar wingman, man. Haal één van je matties. Hey, Haal één van je matties. Wat wil je, lang, kort? Wat is jouw type? Mijn type? Ik wil een man. Dat ten eerste. Een man, geen jongetje. Een man. Wavy, wavy. Oké, ik ga nu iemand voor jou sturen, ja? Hey, mayday, mayday. Hulp nodig, wingman alert. Leuk. Hier is onze, onze... Ik ben een zakenvrouw, we gaan onderhandelen. Kom, moet jij even zijn? Nee, nee, nee. Ik ga jou regelen. Kom maar niet, ik ga jou regelen. Hallo. Hey. Ik ga erbij staan, ga maar zitten. Is goed. Ik ben wingman, dus wing iets. Oké, okay, dus ja, weet je haar naam? Weet je haar naam? Nee, man. Vraag haar naam. Wat is je naam? Anisha. Hoe oud ben je? Ik ben 22, bijna jarig, deze week. Waar woon je? Rotterdam. En wat doe je in de vrije tijd? Heel veel mensen. Zoals heel wat? Veel. Veel te veel. Waar is mijn visitekaartje? Nee, ik heb wat bedrijfjes. Ik ben echt een ondernemend persoon. Dus, Dus je kan wel. Hij heeft zijn wingman positie gewoon al verlaten. Na de degradatie besluit je gewoon om ontslag te nemen. Excuses. Als wingman heb je deze sowieso nodig. Oké, hou je van fitte boys? Jawel. Hij is heel fit. Ja, gaan we opdrukken samen? Zo. Let's go. Wakker. Wie als eerst stopt, hè? Wie als eerst stopt? Als je stopt, ik ga je eerlijk zeggen, ik loop weg. Hey, maar ja. Wakker. Let's go. Oh, nee. Wacht. Dit is extra gewicht, hè? Dit is extra gewicht. Nee. Maar weet dat je dit niet tegen mij hebt gedaan. Zo, woeden. Bro. Hey, maar wacht. Als hij meer push-ups dan jou gaat doen, ja? Wat krijgt hij? De vraag is, wat wilt hij? Ik wat ken wil hem jij? Niet. Wat wil jij? Kusje. Kus op wang. Zeg, nee, op lip. Kus op wang. Kus op wang, man. Kus op wang. Een kusje op wang. Als hij meer dan jou kan doen, jij bent fit. Ja, zij is wel echt fit. Hè? Jij bent echt fit, jarenlang, dat weet ik. Ik heb gewoon net breakout ook gegeven. Oké, en als ik win dan? Als jij wint, dan wat wil jij? Ja, wat wil jij? Dan wil ik dat jij in de camera 30 seconden lang alleen maar goede dingen over mij zegt. Let's go. We don't have the capacity. Kom. Waka, waka, hier, hier. Ja? Hello, Belma, Belma. Je telt, hè? Oké, ik ga tellen. Oké, 3, 2, 1, 2, 3. Nee, hij gaat hem blazen, hij gaat hem blazen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ik ga toch niet 19, verliezen? 20, 21, denk het wel, 22, 23, 24, 25, 26, je happert. 27, shaky. 28, shaky. 29, 30, 31, 32. Meer zakken, meer zakken. Hey. 32. Hij gaat nog steeds door, hoor. Hey, dit is niet eerlijk, dit is niet eerlijk. Ja, ga maar uit en ga maar uit. Oké. Ai, lassie. Lassie! Nog even! Hé, ga nog een beetje door, ga nog een beetje door! Je kan. Ga nog een beetje door! Ga nog een beetje door! Doe dat, doe dat, doe dat! Let's go, let's go! Kom op, kom op! Leus je mond uit, bij aanspannen, let's go! 5! Kom op, nog 4! Kom op, nog 3! Nog 3, kom op! Nog 2! Laatste! Wauw, wingman voor de wing. Win, hè? Eh? Wingman voor de wing. Hey, yo. Ik kon het ook voor mijn kusje, ik zweer. Heeft hij hiermee impressed? Ik heeft die het, indruk ik gemaakt vind, op jou? Ik zeg je heel eerlijk, het feit dat hij zijn best heeft gedaan is alles, man. En alles voor één kusje op wang, hè? Als je best doet, dat is alles, man. Heb je ooit zo'n eerste date gehad? Dan moet je van mij weten, ik zet standaard. Had je verwacht dat je meer door haar zou halen? Ja, ik had ook niet verwacht. Maar deed je echt dit alles voor een kusje op wang? Om eerlijk te zijn. Ja. Ja, man. Gewoon puur, zeg je kring. En ik ben iemand. Ik ben man van mijn woord, hè. Kijk maar aan. Ik krijg mijn kusje vandaag. Oké, kusje op je wang. Voor de win. Hé, mensen. Ik ga naar achter. Wauw. Maar zou je vervolgdate. Ik? Ja. Ja? Je moet mannen laten zweten, meiden. Maar zou jij een vervolgdate nemen met Wavy?
Nogmaals, I appreciate the effort. Dus zeker. Ja. Ik ben van principes. Wavy for the win. Wingman for the win. Bow. Ja, ik wist het. Ja, weet je wat het is? Bij mij is het al snelle nee, man. Dus niks mis met Chavante, maar niet voor mij, man. Wavy deed effort. Chavante wil dat ik effort voor hem ga doen. Zo werkt het niet. Je weet toch, ik hou van een man die effort showt. Ik ben all about principes, normes, waardes. Wavy deed zijn effort. En dat is wat me aansprak. Toen ik Wavy zag, dacht ik van... Ik ga hem uitdagen. Ik weet niet 100% zeker of ik ga winnen, want ik ben geen superwoman. Maar ik hou wel van een uitdaging. En het feit dat ik zo dichtbij kon komen en hem heb laten zweten, dat is waar ik het voor deed. Make you sweat, make you water. Of ik Wavy een kans zou geven, ik denk dat ik nog een kwart kans in me heb. Hey, that's a lie. Dat is een ja. Daarom geen moeite doen van mij, ze waarderen toch niet. Hey, we doen ja. Niks. Prins gedrag. Ik doe 40 push-ups, ze wordt niet gewaardeerd. Zie je? Hé, hey, je krijgt... Hey. Luister, wacht even. Hey, boys. Dit is even les. Boys, luister. Voor de boys thuis, luister. Ga niet te veel moeite doen voor de dames. Man. Ze moeten ook moeite voor jou doen. Ja. Prins de treatment aan deze kant alleen maar. She like... Woo! Go find someone. Find someone you love, girl. I can find someone, cause you the Oké, okay, luister. Dit is jouw laatste ronde. We hebben eigenlijk al een beetje besproken wat is, dus vertel hem maar. We gaan het easy doen. Ik geef jou één challenge, ja? Zorg ervoor dat je gemasseerd wordt, maar niet zittend. Je gaat liggen op de grond en je moet ervoor zorgen dat zij jou masseert. Op de grond liggen? Ja. Hey, ready? Half, maar we gaan het gewoon doen. Die challenges? Wauw. Gaat het? Hallo. Dat is je achternaam. Aangenaam. Wat is jouw naam ook alweer? Thaisa. Mooie naam, mooie naam. Dankjewel. Zeg, hoe kijk je me niet aan als ik je aanspreek? Hoe kijk je me niet aan als ik je aanspreek? Ik kijk je toch aan? Wat is je naam dan? Huh? Ik kijk je gewoon aan. Oké, okay, ja. Kijk diep in mijn ogen. Oké. Okay. Diep in mijn ogen. Wil je niet zo raar doen? Nee, dan word ik heel ongemakkelijk. Okay, hoe gaat het met je? Ja, gaat prima. Met ja, jou? Ja, gaat prima. Gaat ook goed. Ja? Nu ik hier ben, gaat het helemaal goed. Gaat helemaal vlekkeloos. Slechte pick-up line, heb je niet wat anders? Moet ik met pick-up lines komen nu? Nee, want je komt met okay. Slechte dingen. Als kom ik even met wat verfrissen. Als ik een watermeloen was, zou je mijn pit uitspugen? Nee, dat heb je echt niet gezegd. Ik zou het uitspugen. Zou het uitspugen? Ja. Je liegt. Oké. Je liegt. Ja, toch. Je ziet er wel fit uit. Dankjewel. Yo, heb je een vervanger nodig? Ben ik niet hoor, nee. Maar je weet het. Knik je af, nee? Nee. Nee. Nee? Nee. Ben je fit? Nee. Wil je niet zo ongemakkelijk doen? Ben ik ongemakkelijk? Ja. Hoezo? Want je doet raar. Je doet echt ongemakkelijk. Ben ik je type? Ben je altijd zo op een date? Ben ik type? Nee. Niet liegen, niet liegen, niet liegen. Nee. Niet liegen. Nee. Niet liegen. Nee, Rio, echt niet. Wacht. Nee, wat ga je nou doen? Wacht. Wie zijn Snapchat is dit eigenlijk? Oh! Wacht. Laat me even kijken. Is die van jou toch? Oké, maar ik heb eigenlijk een verrassing voor jou. Een verrassing? Ja, kijk, als je even je ogen dicht doet. Moet ik mijn ogen dicht doen? Ja, doe dat. Ga je me masseren? Nee, doe even je ogen dicht. Maar wat ga je doen? Doe even. Maar ik vertrouw doe je. Doe even je ogen dicht. Wat ga je doen? Hé, als je gek gaat doen, ik weet waar je woont. Doe hè? Niet raar. Gewoon nu. Doe je ogen dicht. Ik wil massage ook. Oké, wacht. Tien, ja? Je mag doen wat je wilt doen, maar eerst massage, oké? Oké, ja toch. Maar goede massage. Ja, oké. Tel tot 10. Oh, lekker joh. Tel tot 10 dan. 10. Hey, blijf masseren. Nee, je want de verrassing. Ik kan de verrassing toch niet pakken. Laat iemand anders halen. Blijf masseren wel. Oké, maar anders kan ik de verrassing niet pakken, dus beter doe je ogen dicht. Okay. Ga niet twee keer zeggen. Oké, tel dan. Ja, ik tel mijn hoofd. Nee, hardop. 2, 3, 4, 5. Blijf tot 15 tellen. 5, tel tot 15, want ze staat er. 6, 7,
8. Zeg baby, waar ben je? 9. Baby, waar ben je? Uit Groningen, hè? 10. 11. Blijf tellen, hou je ogen 12, dicht, blijf tellen. 13. 14. 22. En zeg dan, krijg ik een kusje, zij komt nu, zij komt nu. 29. 30. 31. 32. 30. En zeg blij, hi schat. 34. Dus kan ik stoppen met tellen of? 37. Dit, Wola is sowieso een man die mij nu aan het masseren is. Ik voel aan die Anu is een man die aan mij aan het masseren is. Ik zweer het je, ik wist het. Ik zweer het je, ik wist het. Ik voelde die Anu gelijk. Was dit het? Nee man, dat is veel erger man. Oh. Het is een koude wereld. Het is een koude wereld, bro. Mm-hmm. Yeah. Het is gewoon raar geloes, hè. Is het Loesoe? Ja, man. Gaan we samen Loesoe? Ja, man. Meidje, meidje. Koude wereld. Koude wereld, hè. Koude wereld. Het is al oké, het is al oké. Het is al oké. Het is al oké. Het is al oké. Wij wisten niks van je. Je hebt wel laten zien, maar je bent welke type. Tel je record nog steeds. Het is oké, het is oké. Wat hier misging, nou eigenlijk... Ja, Alessio is wel heel aardig en zo, maar... Chavante is gewoon meer mijn type, dus ja, ik wachtte eigenlijk op Chavante, dus... Zeg, moeten we Chavante sturen? Nee, waarom niet? Ik gaf het zeker een kans. Alessio is een hele lieve, getalenteerde jongen, zo, ik kan amper praten. Maar ja, Chavante is toch iets meer mijn type, dus ja. Ja, het klopt dat we elkaar op Snap hebben, maar ja, soms moet je gewoon, weet je, je kan niet altijd van dezelfde appel eten, dus ja. Je moet gewoon meerdere keuzes hebben. Boe, boe. Hey. Oké, okay, is het ready? Dit is een match, oké, okay, maar luister. Een match is ook geen match, weet je waarom? Alles wat ze zeggen, je moet zeggen, je liegt. Nee, kom hier, je liegt. Ik geloof aan die schade gewoon. Schade, veel schade. Je moet gaan zeggen, laat me je beste vrienden zijn. Ben je loyaal? Ja. En je hebt ook zeggen van, kan je me fixen? Zo moet je eigenlijk fixen, je hebt schade. Maar kijk, zo gelijk raar. Kan je niet normaal lopen? Huh? Huh? Angie, alles goed? Ja, met jou? Ja, gaat lekker. Maar wat doe je in het dagelijks leven? School, werk, stage. Ik zeg eerlijk, geloof je niet, man. Voor wat? Light skin, krullen, ik heb schade, ik vertrouw dat niet, man. Ik zeg eerlijk. Dat is jouw probleem, dat is toch niet mijn probleem? Oh, zo brutaal. Ja. Hoe mijn probleem? Ik vertrouw het niet, ik zeg eerlijk. Ik weet hoe jullie zijn zo. Hoe ben je, zeg maar. Want je vergelijkt mij met andere light skins met krullen? Ja. Ik heb gewoon schade. Maar dat moet ik niet doen eigenlijk, hè? Nee, klopt. Dus jij bent wel zeg maar anders. Ja, kan je zeggen. Ik weet niet met welke meisjes jij hebt gedaten. Laat me je beste vriendenlijst zien of snel. Voor wat? Laat me jouw beste vriendenlijst zien. Laat me gewoon kijken. Wil je zien? Je mag van mij zien, maar ik heb mijn telefoon niet hier. Waar is Kijk. Je liegt. Niet hier. Je liegt, hè? Kijk het dan. Ziet het toch? Oké, wanneer heb je voor het laatst gedate met een guy? Gedate? Ja. Ik doe eigenlijk niet aan daten, man. Je liegt. Ik lieg sowieso niet. Je liegt. Nee, ik lieg niet. Dus wanneer heb je voor het laatst gedate met iemand? Of wanneer sprak je voor het laatst met iemand? Ik kan het me niet eens herinneren als ik heel eerlijk ben. Oké, sprak je alleen met diegene toen? Ja. Met meerdere van. Ja, dit is de reden waarom ik schade heb. Ik zeg eerlijk, geloof dit allemaal niet. Ja, maar dat is dan toch jouw probleem? Ja, maar sorry. Ik heb gewoon schade gewoon. Ja, maar denk je dat je mijn schade kan fixen? Zou kunnen, ik weet niet. Waarom ben je zo'n lief meisje, zeg maar gewoon, die jongens fixen en zo? Ik fix sowieso geen jongens. Toch? Nee, niet fixen qua regelen, maar gewoon, ik heb schade toch? Dus je moet mij helpen met mijn schade. Maar je moet eerst jezelf helpen, wil jij met dus, anderen Nee, mijn probleem daten? Wordt ons probleem, zeg maar. Ja, ik kan je helpen met jouw probleem, maar je moet eerst jezelf willen fixen. Voor jou wil ik dat. Zodat ik jou dan verder kan helpen, snap je? Oké, voor jou zou ik dat wel doen. Maar stel, ik heb nog steeds een beetje schade dat ik jou niet ga vertrouwen en zo. Vind je dat erg? Als er geen vertrouwen is, dan kan je sowieso niks opbouwen. Oh, dear, wijze lessen. Wow. Zeg, ben je jaloers? Maar ben je jaloers type? Nee, eigenlijk niet. Maar waarom praat je zo pittig eigenlijk zo? Ik praat alsof je gewoon... mij wil uithalen. Tuurlijk niet. Ik praat gewoon duidelijk. Duidelijk, oké, sorry. Oké, excuses. Geen probleem. Zeg, kan je koken eigenlijk? Maar kan je koken? Ja. Je liegt. Kan jij koken? Je liegt. Hoezo? Je liegt. Je maakt zeker tosti en noedels. Alleen tosti en noedels ik. Ja, en ei. En ei? En wat nog meer? Wat zeg ik abritu? Ik kan abritu. Ja, dat kan. Ik heb het wel geleerd. Ik zat op kookles vroeger. Serieus. Ja. Ja? Ja. Mijn moeder is Latina en mijn vader komt uit Curaçao, dus ik moet wel kunnen koken. Aha. Wat zou je voor mij koken? Ken je sancocho? Die soep, Zuid-Amerikaanse soep. Nee, man. Wat zit daarin? Kip. Mais. Wat nog meer? Ja, gewoon eten. Oké, dat kan je flippen.
Ga je in mijn telefoon als ik slaap? Telefoontje. Ja, tuurlijk. Kan je dat ook? Ja. Oké, ga je in mijn telefoon als ik slaap? Waarom zou ik dat doen? Gewoon als die vertrouwen daar is, dan hoeft dat toch niet? Heb je trust issues? Nee. Dus je, vertrouw, dus je vertrouwt iemand gewoon blindelings eigenlijk? Ja, want als jij sowieso, als jij met iemand gaat daten, moet jij al zeg maar op een level zijn dat jij elkaar kan vertrouwen. Als dat er al niet is, voor wat ga je dan daten met elkaar? Je hebt gelijk. Weet je wat staat op? Voor wat? Nee, ga maar zitten anders. Ga jij opstaan dan? Waarom? Nee, sta op. Zeg maar, kijk naar mijn auto. Kijk even naar mijn auto. Wat vind je eerlijk? Simpel. Simpel? Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ja, ik zie er ook niet... Ik zeg eerlijk, jouw auto is wel echt fris. Vind je? Maar vind je mijn auto simpel? Het is simpel, maar je kan er gewoon mee door. Maar kijk, het gaat er niet om bij wie die auto is. Het gaat erom wie je draagt, snap je? Oh, echt? Ja. Deels. Oké, je kan afronden. Kijk maar wat ze doet. Ik vond dit een hele leuke date. Oh, je wil mijn flesje? Nee. Ik vond het een leuke date. Zou je om nog een date te gaan? Jawel. Jawel, hè? Oké, eens gelijk. Vraag haar nummer. Volgens haar. Mag ik je nummer of zo? Dat zien we daarna wel. Ik zie je zo meteen wel. Oké! Of ik snel onder de indruk ben? Nee, man. Of we beide uit Curaçao komen? Ja, klopt. En deels kan je elkaar daardoor wel begrijpen, maar het heeft niet altijd te maken met afkomst. Of hij mijn type is. Ja, hij komt wel in de buurt. Alleen ben ik nu wel een beetje verder aan het kijken qua type, dus... Ja, ik hou het gewoon op ja. A win is a win! Ja. A win is a win. Anita Max, win. Hoe groot de kans is dat hij mijn telefoonnummer krijgt? Ik denk een... Ja, als ik qua cijfers moest kiezen, een 9. Of misschien een 10 out of 10. Hey! Dat zien we dan wel. Lekker toch? Is lekker toch? Jongens en meisjes, wow. Alle dates zijn geweest. Een groot applaus voor de jongens en meisjes vandaag. Yes! Ik heb genoten, ik hoop jullie thuis ook. Boys, yes. Wat vond jij de beste date van vandaag? Voor jou? Kiki man, die boze. Ja, toch wel hè? Ik zag eerlijk met die dates vergeten man. Boys, hadden jullie een date? Ik nog geweest vandaag. Nee, niemand. No comment. Oké. Okay. Oh, die vries. Ja. In ieder geval. Ik kon net geen 5 dingen opnoemen wat goed was aan mij. Wat de specialiteit van mij, toch? Dat was het. Maar weet je wat het is? Niet iedereen moet dat weten. Dat is het gewoon. Snap je? Hey, Loes. In ieder geval, jongens. Ik wil één ding laten weten. Dit is allemaal voor een grap. Shout out naar iedereen die hier was. En shout out naar jou voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. En volg allemaal jongens. Love! Zeg